Bent u wel eens somber? Zo niet weten we veel. Ja, ik wel, ja. Deze tijd van de jaar is sowieso al altijd een beetje. Als de klok verzet wordt en zo, dan heb ik altijd wel last van, ja. Maar ja, god, ik zit de hele dag thuis, dus nu ben ik blij dat ik eens even eruit kan. Ja, dan heb je wat minder energie, vind ik, om verder dingen te doen. Als het zonnetje schijnt, dan voelt het toch heel anders aan. Weg somber gedragen. Hallo, leuke groene planten. Het is de slogan waar Debbie uit Reuver mensen gelukkiger mee wil maken. En dat kan heel simpel door een stekkie van haar mee te nemen uit haar eigen stekkiekassie. Wat heeft er allemaal in staan? Buxus, Engelse lavendel, graslelie, een wasbloem en een gele Toscaanse jasmijn. Haar hele huis staat vol met planten. En dagelijks worden van die planten weer stekkies gehaald. Als een plant weer een scheut heeft, dan haal ik hem eraf. Dan ga ik hem verzorgen, net zolang dat hij worteltjes krijgt. En dan gaat hij in het potje. En dan hoop ik er iemand anders blij mee te kunnen maken. In de jaren dat Debbie met haar stekkies bezig is, weet ze precies wat je nodig hebt om deze dagen wat minder somber te zijn. Heel simpel. Klein lavendeltje. Het enige wat je hoeft te doen, even met je handen zachter doorheen aaien. En dan komt de geur vanaf en dan ontspan je van. De eerste stekkies zijn inmiddels uit het kastje gehaald. Maar ook afstand doen van stekkies kan bij Debbie. Mocht u zelf nog thuis een plantje hebben waar u iets heeft, maar ik vind hem niet meer mooi, ik ben erop uitgekeken, gooi hem dan niet weg. Kom hem ruilen in het stekkiekassie en maak er iemand anders blij mee.